Beste kijkers, voor de wekelijkse BNP Paribas Turbo aanbeveling in samenwerking met de aandeelhouder neem ik u graag mee naar de dagkaart van BESI. Want daar is een interessante ontwikkeling gaande binnen de nog steeds actuele daily uptrend. Wat hebben we recent gezien? Een mooie opleving met een top op 106, bijna 107. Dat ging gepaard met wat al te veel euforie, dus daar volgde een correctie op. En dat betekende een lichte afzwakking richting de Fibo-grit. En wat blijkt nu? De eerste en de tweede Fibo-lijnen op respectievelijk 93 plus en ongeveer 91, die lijken toch de beren te remmen. Afgelopen week al twee keer een mooi wit kendeltje en vandaag een poging om de derde witte candle te plaatsen. En daarmee dus bodemvorming aan te wakkeren als opmaat voor een hernieuwde aanval richting die 106-zone. De indicatoren gaan nog niet helemaal mee, de RSI wel, die veert keurig op vanaf de 50-lijn. En met deze voortgang zal ook de Swingteller morgen op plus 1 springen. En als dat gepaard gaat met een witte candle, dan hebben we formeel volgens de dashboard spelregels ook een Enter-Long coaching aanbeveling te pakken. Waarom dan nu al aandacht voor de chart? Wel nu om misschien al een anticiperende koopkans aan te reiken. Charttechnisch, zoals gezegd, is bodemvorming in de maak. Morgen mogelijk een bevestiging, dus je zou nu al daar een beetje op kunnen voorsorteren. Met een interessante turbo long 78,91 ligt ruim onder de stop of de chartstop van 91. De easingcode heb ik eventjes erbij gemeld, zodat u lekker snel kunt handelen. Dus samenvattend, een anticiperende koopkans op de dagkaart van BESI onder voorwaarde dat de koers niet meer wegzakt onder 91 en dat de boel zich opmaken voor een leuke rally naar 106. En dat is toch een opwaartspotentieel van bijna 13%. Leuk als je dat met een turbo long gaat meespelen. Ik wens je daarbij veel succes.